Goedemorgen, het is vroeg, de zon is net op, maar het is prachtig hier in de Vreugdrijke Waard en we gaan vandaag vogels fotograferen. Ik heb er zin in. Gaan jullie mee? Ik sta hier in een vrij toegankelijke vogelhut en achter mij stikt het van de kievieten. Er zitten heel veel aalscholvers. En er zitten een paar hele mooie zwanen op het water. Als jij ook vogels scherp wilt fotograferen, dan moet je even rekening houden met een paar instellingen. Voor stilzittende vogels gebruik je een scherpstelmethode, de one-shot, oftewel de single autofocus. Ga je vogels in vlucht fotograferen? Gebruik dan continu autofocus of de AI servo. Stel je daarbij ook nog je sluitertijd zo in dat je geen bewegingsonscherpte krijgt door de snelle beweging van vogels in vlucht, dan zul je altijd scherpe foto's van vogels in vlucht kunnen schieten. Een andere, nog erg handige instelling is de repeterende stand. Daarmee schiet je meerdere foto's per seconde. En zo is de kans dat je een foto naar je zin hebt van een vogel in vlucht natuurlijk veel groter. Het is prachtig vandaag. Het is koud, maar er is zo'n heerlijk zonnetje achter me. Met een klein beetje mist over het water. En achter mij zit een zilverreiger te vissen. Ik ga eens kijken of ik daar toffe foto's van kan schieten. Maak je nu veel foto's van vogels op het water en wil je een beetje diepte creëren? Zorg dan dat je een laag standpunt hebt. Fotografeer laag over het water, waardoor je eigenlijk veel meer diepte creëert. Wil jij beter leren vogels fotograferen? Kijk dan eens op de website naar een workshop. En kijk of ik je verder kan helpen om nog betere foto's te maken.